Het is bijna Valentijn en overal duiken ze op. Van die liefdesbrieven, chocolaatjes, witte zwanen, cupido's, kaarsen, hartjes. 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 Overal hartjes. Maar waarom eigenlijk? Wat hebben hartjes te maken met die warme gevoelens van liefde en romantiek? De oude Grieken geloofden al dat het hart de plaats is waar de alle gevoelens zitten. Ah ja, dat is toch maar logisch zeker, want als je verliefd bent, dan gaat je hart bonken, bonken, bonken. En als je verdrietig bent, dan kan dat serieus steken in je borst. Het is dus niet zo raar dat ze het hart gekozen hebben om die gevoelens voor te stellen. Maar wacht eens even. Dit lijkt toch totaal niet op een echt hart? Oei, mijn hart valt al uiteen. Een echt hart dus. En dat klopt. Het hartje is dan ook een symbool of teken voor een echt hart. Dus wanneer mensen een hartje zien, moeten ze direct aan de liefde denken. Want het echte hart, dat is best wel een lelijk ding. Allee, ziet dat. Echt. Ah, wat zit er hier allemaal in? Blech. Bleh. Maar waarom ziet het er dan zo uit? Waarom ziet het er niet zo uit? Of zo? Wel, niemand weet echt zeker waarom, maar er zijn wel een paar ideeën. Ten eerste is er het verhaal dat er 2000 jaar geleden op een Grieks eiland een plantje groeide, een soort van liefdesplant. Dat plantje was serieus populair toen. Ja, was, want het is helaas al uitgestorven. De zaadjes van die plant hadden de vorm van een hartje. En dat weten we omdat de Grieken vroeger een afbeelding van die plant op hun geld hadden staan. Een andere uitleg is dat het hartje eigenlijk lijkt op de boezem of zelfs de billen van een mooie dame. Een derde en laatste verklaring is dat het hier eigenlijk gewoon gaat over een echt hart. Maar dan een heel klein beetje heel slecht getekend. Slecht, maar wel heel gemakkelijk om te tekenen. Is dat nu niet het schoonste hart dat al ooit gezien hebt? Het hartje, zoals we die de dag van vandaag kennen, komt voor vanaf de middeleeuwen. Het verscheen ook op speelkaarten en dat maakt het natuurlijk super populair. Zullen jullie niet naar mijn kaarten willen kijken? En zo kende iedereen op den duur het symbool van het hartje. Vanaf ongeveer 200 jaar geleden begonnen mensen het pas te gebruiken op Valentijn, de feestdag van de liefde. Om te laten zien dat ze wel degelijk verliefd waren. Of om romantisch te doen of zo, je kent dat wel. We denken misschien graag dat onze gevoelens in ons hart zitten, maar ook al zit uw hart supersnel te kloppen als je verliefd bent, uw gevoelens zitten toch in uw hersenen. Alleen zou het nogal vies zijn als we overal van die kleine hersentjes moeten hangen. Toch? Ugh.